Mensen, leuk kijken naar een nieuwe aflevering van Minecraft Minigames. We gaan vandaag lekker verder met minigames en ik ga beginnen met Supercraft Bros. Omdat ik dat de vorige keer ook gespeeld heb en het beviel nogal. Dus laten we beginnen. Boom. Dungeon. Oké. Ik heb geleerd dat ik de zombie leuk vind en dat ik dan alleen maar hoef te slaan. En ik heb niks met boven. Oh, ik kan hier ook al, kan ik dat doen. Vet. Hoe dan? Ik sta buiten de map. Niemand heeft hier waarschijnlijk over nagedacht dat dit kan. Oh, oeps. Wat? Nee, dat is niet logisch. Ik spande ernaast. Godver, dat is niet eerlijk. Wow. Wow. Kom dan. Wow. Nee! What the fuck? Is dat zo sterk? What the fuck? Wat is dat voor een super aanval? Nee, kut, mis. Ik verspeelde mijn super aanval. Fuck jou. Ja, kijk. Kan ik echt niet punten door mensen te killen? Het zou wel logisch zijn. Hoppa. Je verpest het. Je verpest het. Heb ik hem dood? Oh, wat is daar? Nee, kut. Oh shit. Godver. Wow. Wat is dat voor knockback? Ik denk dat ik maar eens even naar mijn schip moet kijken wat er allemaal op staat. Wat staat erop? Oké. Okay. Fuck jullie. Kom op dan. Kom op dan, ga weg. Kom op. Ja, kijk, gekild. Oké, ik heb nog maar één leven. Kut. Hoppa. Wow, nee, ik ben weer dood. Shit. Nou, weer dood. Ik denk wel dat het, ik vind het wel, altijd wel een hele moeilijke minigame, maar dat is misschien dat ik het nog niet zo vaak heb gespeeld. TNT run. Ja, boom. Yes. Net gejoined. Top, gaan we meteen lekker door. Ik vind het Supercraft Bros wel een grappige minigame. Laten we dat even voorop zeggen. Ik vind het wel een leuke minigame. Maar ik moet zo nu, dan moet ik dus gewoon maar wat gaan proberen. Want ik zei eens dat ik het geen leuke minigame vond, maar het is dus best wel een leuke minigame. Misschien heb ik er een verkeerde eerste indruk van gehad. Zou heel goed kunnen. Zo. Muis, blijf je even reageren. Muis, blijf reageren. Nee. Dat gebeurt dus als je muis niet goed reageert. Want ik heb iets van een muiswat nodig, denk ik. En niet dat mijn muis niet goed, niet goed doet, alleen mijn, ja. Ik heb onder het gebruiken van mijn bureau heb ik niet mijn muis versleten, maar meer mijn bureau eigenlijk, dus. Dus jullie snappen wat ik bedoel. Oh, kan dat ook? Oké, top. Ik ga je... Oh, even. Heet die? Mario Roskito. Hey, vet man. Ja. Ja, Mario Roskito. Jij ook, hè? Ja, jij ook. Ja, jij ook. Ja, Mario. Wat swag. Ik vind het swag dat hij dat blijft doen zo. Ja, kijk. Gaat goed. Gezelligheid. Wat een gezelligheid. Oh, wat een geweldig persoon is dit, zeg. Oh, er kunnen random mensen doorheen van... Hey, laten we meedoen. What the fuck? Oké, en focus. Oké. Focus. Focus, Rodney.
Blijf focussen. Ik kan echt niet begrijpen hoe mensen hoe mensen zo snel al van die eerste laag kunnen afvallen. Ja, oké, ik weet het wel een beetje. Want ik heb er zelf ook wel ervaring mee. Hoe je genaaid wordt. Kijk, dat bedoel ik dus. Hoe je genaaid wordt en bam, meteen dat. Ik denk dat ik stop met dingen vertellen over naaien. Want dat gebeurt altijd als ik daarover ga vertellen. Wow, 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 wow. Oh. Ik zit de hele tijd op de lip van die gast. Dat irriteert me echt heel erg. Oh. Oh. Oh, nee, nee, wat doet mijn muis? Wat doet mijn muis? Hé, godver, dat deed ik niet eens. Kutmuis. Wacht even. Kijk hoe snel die kan. Heel klein stukje. Zo. En reageert echt heel snel, want het hoort echt zo snel te gaan, maar nu ging het echt maar... Het gaat echt maar zo. En het hoort zo te gaan. Oh. Wacht even. Oké. Dit moet helpen. Oh, nee, niet daar. Zo. Superkraft Bros. Oké, we kunnen het rentje joinen. Nee. Oh, ik wil de end als proberen. The end. Oké, wat doet dit? Infinity Punch, Knockback 3. Knockback 2, Sharpness. En wat doet dit ding dan? Oké. Ik denk dat ik dit toch leuker. Ik denk dat ik dit toch fijner vind. Laten we dit gewoon doen. Waarom niet? Dan doe ik hem hier ook nog kiezen. Oeh, het is mooi, is mooi. Zombie. Om de seconde. Yeah. Oh mijn god. Wat is het? Oh, dat heb ik volgens mij al een keer gespeeld. Ha! Fuck jou, fuck jou, fuck jou, fuck jou. Je maakt geen kans tegen mij. Want ik ben te snel voor jou. Zo snel als jij bent, zo snel als jij kan schieten, ben ik ook gewoon, hè? Dus je bent niet zo slim. Kom op dan, kom op, kom op! Nee! Nee, 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 net niet. Oeh. Oh, er is nog één iemand met 5 levens. Diegene moet echt even gekild worden. Het is duidelijk dat die gekild moet worden. Fuck, man. Waarom kan je zo snel schieten? Dat wil ik helemaal niet. Dat vind ik niet leuk. Wow. Ik wil het ook kunnen, zo snel schieten. Ah! En boom. Kom op nou. Kom op. Oh, jammer voor jou. Hoppa. Wow. Extreme kill. Wat is dat voor ding? Wow. Nee, kut. Volgens mij is dat een speciale effect of zoiets. Nee, nu miste ik net mijn... Nu heb ik mijn power-up verspeeld. Ik denk dat het een power-up is. Ah! Yeah. Ik heb nog 2 levens. Gewoonte voor mij om 2 levens te hebben. Ik heb er in de echt heb ik maar 1. Dus ik ben heel blij. Ja, kom dan. Oh ja, gekild ben je. Oh, ik moord echt iedereen uit op dit moment. Kom dan, kom dan, kom dan, kom dan. Niet mij, niet doen. Hoppa. Ik word hier goed in. Kom op. Ja, ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen. Oh, ik heb gewoon gewonnen. What the fuck, ik was echt goed bezig. Jeez, ik ben blij met mijn muis even niet, dat mijn muis niet stoorde. Jeez, ik heb gewoon gewonnen.
Alleen ga ik gewoon survival games proberen hoor. Nee, wacht, die ken ik natuurlijk al. Ik wil iets proberen dat ik nog niet heb gedaan. Dit ken ik. Dit heb ik nog niet gedaan. Het ziet op deze manier wel heel vet uit. Ik wil ergens even kunnen joinen en moet gewoon nog iemand inzitten. Dit is wel heel mooi gemaakt. Wauw. Ik denk dat ik dit ook in mijn survival moet gaan doen, dit zoiets. Dat is wel mooi. Alleen, ja, wat? Alleen waar kan ik dat doen? Ik verzin wel iets cools. Ik kan, oké. Ja, met z'n tweeën kan je de game toch spelen, dus ik heb geen idee. Maar ik heb nu geen idee wat ik moet doen. Wat was dit? Oh ja, Squadcraft. Of Cakecraft, hoe heette dit? Even kijken. Cakecraft, of Squadcraft. Ik weet niet hoe ze het noemen. Oeh, ik ga zwemmen. Zwemmen in de watertjes. Oh nee, daar kan ik niet naartoe. Dat wist ik. Oké, we gaan beginnen. Ik ken deze gast. Dus ik ken zijn skin. Oké. Oh, dat is dat schieten. Oh, dat is vet. Boom! Boom! Kut. Ha. Dit is vet. Kut! Nou! Dit moet heel erg precies. Het is echt zwaar kloten. Oké. Kom dan. Ja, ik heb er eentje gekild hoor. Oké. Kom eraan. Kom op dan. Kom terug dan. Wat je? Ja, hebben's. Nee, kut. Ha. Fuck, dit is echt een leuke minigame. Ik hou echt van deze minigame, dit is cool. Coole minigame. Nee! Shit. Nee! Shit. Oh man. Shit! Waarom kan ik het er niet? Waarom krijg ik ze niet te pakken? Nee! Wie killt mij de hele tijd? What the fuck? Oké. Gaat nog goed. Ja! Ik heb hem net ook al gekillt. Ja! Kijk, dit gaat goed. Beter! Ja! Daar zit dus voor. Oké, ik begrijp het. Ja, kijk, dit gaat goed. Dit gaat beter hoor. Ik heb al 6. Ik heb al 6 mensen gekillt. 6 kills op mijn naam staan. Yeah. Alles wat we willen hebben. Maar niet in real life. Laat dat even duidelijk zijn. Nieuw. Waar is iedereen? Spring, ga ik hier weer overheen, hè? Kom ik daarboven? Even kijken. Hier misschien? Nee, dit gaat naar beneden. Oh, er heeft iemand al gewonnen. Oh, je moet 15 hebben dus. Oh, dat wist ik helemaal niet. Ah, leuke minigame. Oké, dan gaan we nog even een potje doen met vertrouwde deze. Boom. We gaan nog even een vertrouwd potje spelen. Vertrouwde minigame. Ik moet even rekken. Ik ben moe. En ik weet niet waarvan. Ik heb echt geen idee. En jeez, nu krijg je het ook heel warm. Wat gebeurt er? Ik heb geen idee. Nee, maar ik heb echt geen idee. Wat is... Heeft die gast nou een bladerhoofd? Bladerkop! En het is een dokter met een bladerhoofd. Dat is niet hygiënisch voor de klant, voor je... Hoe heet het? Voor je patiënten. Om bladeren op je hoofd te hebben.
Dan krijg je bladluis. Ben je net genezen van een ziekte? Heeft je dokter bladluis? Haha, krijg je dat ook? Dat is kut. Haha. Ga gewoon hier langs het randje lopen. Want dan kan je, als je straks in het midden komt, kan je er niet meer vandaan. Kan je er moeilijk van vandaan komen? Oh, ik stop maar even. Ik ga wel gewoon veilig lopen. Verstandig idee. Het is echt een kwestie van tijd totdat deze map ophoudt met bestaan. Echt, binnen map is deze map helemaal geruïneerd. Nee, shit! Ik viel er nog best wel snel uit eigenlijk. Maar oké. Dan wil ik je bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken achter te laten, te reageren en te abonneren. Ja, dan wil ik bedanken voor het kijken en dan zeg ik gedag.